We kunnen voor ons land bidden. Now listen, don't get me wrong. Maar begrijp me niet verkeerd. We should be praying for our nation. We moeten bidden voor ons land, natuurlijk. We need to be on our knees for our nation. We moeten gaan voor ons land. But I'll tell you what else. We also need to be on our feet for our nation. We moeten op onze voeten gaan voor onze natie. Yes, we need to be on our knees praying for our nation. We moeten op onze knieën zijn om te bidden voor ons land. But we also need to be on our feet to go for our nation as well. Om uit te gaan voor ons land. You see, the Bible doesn't say blessed are the knees. De Bijbel zegt niet gezegend zijn de knieën. It says blessed are the feet. Maar gezegend zijn de voeten. That bring the good news. Want degenen die het goede nieuws brengen. That is why we must get going for the gospel. We moeten onderweg gaan met het evangelie. Jesus said go. Jezus zei ga. And compel people to come in. Dwing ze binnen te komen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Now. I want to mention this other word, just briefly. Okay, ik wil ook heel even kort over het andere woord spreken. You see, the words that Jesus used here I find very interesting. Het woord dat Jezus hier gebruikt lijkt me heel interessant. Jesus doesn't say, go and invite people to come in. Hij zegt niet, ga en nodig ze uit om binnen te komen. He doesn't say that. Dat zegt hij niet. He says, go and compel people to come in. Dwing ze om binnen te komen. That word compel, I find very powerful. Dwingen is heel krachtig. You see, when it comes to taking the gospel of Jesus Christ. Als we spreken over het evangelie van Jezus Christus. When it comes to seeing precious souls saved from eternal destruction. Hoe mensen tot geloof komen en gered worden van die verdoemenis. It is not a cold, passionless business. Dan is het niet iets waar je gewoon koud onder kan blijven. It's not something that we can put off for another day. Niet iets voor wat je uit kan stellen voor morgen. It is urgent. Nee, het is urgent. And that is why Jesus said we must go and compel people. Dan moeten ze dwingen. Oh, friends, if we really saw dat echt konden zien. The eternal destination of the lost. Wat de bestemming is van degene die verloren. We would go and compel them. Dan zouden we ze dwingen. With the gospel. Met het evangelie. That Jesus saves. Dat Jezus kan redden. Hallelujah. Hallelujah. You know, in England, I share this with you. In Engeland, wil ik met u delen. You know, I've done some street evangelism. Ik heb daar een straatevangelisatie gedaan. And I was sharing with this woman about hell and heaven. Ik sprak met deze vrouw over hel en hemel. And what Jesus has done for her so she can be saved. Wat Jezus voor haar gedaan had, zodat ze gered kan worden. And do you know what she said to me? It shook me. En weet u wat ze zei? She said, if you really believe there was a hell. Ze zegt, als jij echt gelooft dat de hel bestaat. You would be persuading me much more urgently than you. Dan zou je me nog veel meer proberen te overtuigen dan je nu al doet. Oh friends, if we really believed that there was a hell. Als wij echt geloven dat er een hel bestaat. If we really saw it how God saw it. Als wij de hel zouden zien zoals God het ziet. We would not be able to sit in our seats any longer. Dan kunnen we niet meer op de stoel blijven zitten. But we would have to go and help people. Uit willen gaan om mensen te overtuigen. We would have to go and reach people with the gospel. Om mensen te bereiken met het evangelie. Holland must hear there is a savior. Moet weten dat er een redder is. Our towns and cities must hear there is a savior. Onze steden moeten weten dat er een redder is. And God looks at us and he tells us to go and compel them. God kijkt naar onze stad en zegt ga uit en dwing ze om binnen te komen. Hallelujah. 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 Let me mention this one more thing. Ik wil nog één ding noemen. You know what? Perhaps many of you know that verse in the Bible that says, today is the day of salvation. Vandaag is de dag van het heil. Let me know. Do you know that verse? Today is the day of salvation. Actually, I've been a bit naughty because I've tricked you. Ik ben een beetje stout, want ik heb u voor de gek gehouden. Because according to my Bible, that verse is not in there. Want in mijn Bijbel staat dat vers niet. In my Bible it doesn't say today is the day of salvation. In mijn Bijbel staat niet vandaag is de dag van het heil. It says something slightly different. Het staat een klein beetje anders. It says now. Het staat nu. Is the day of salvation. Is de dag van het heil. Now that changes everything. I'll tell you why. Alles, helemaal. You see, friends, if it said today was the day of salvation. Vandaag is de dag van het heil. That means that you and me. Dan zou dat betekenen dat u en ik. Could put it off for 12 hours. Wij konden stellen tenminste voor 12 uur. Maybe 23 hours. Of misschien 23 uur. We could put off our own salvation for half a day. En dan konden we voor een halve dag een beetje uitstellen. Because today is the day of salvation. Want vandaag is de dag. Well, we could put off the salvation of our cities and nations. En dan zouden we meer uitstel kunnen. Voor onze steden en onze landen. To the end of the day. En dan kunnen we het uitstellen tot het eind van de dag. If
today was the day of salvation. Als het zo zou zijn dat vandaag de dag van het heil is. But I tell you, I believe that the Bible paints a more ik geloof dat de Bijbel een veel urgenter beeld geeft. Salvation is so important. Redding is zo belangrijk. The salvation of Holland is redding so important. Holland is zo belangrijk. The salvation of your cities and your towns is so important. De steden van jullie dorpen is zo belangrijk. That it cannot be put off a single second. Dat het zelfs geen seconde uitgesteld kan worden. And that is why the Bible doesn't say that today is the day of salvation. Zegt de Bijbel niet vandaag is de dag van het heil. It says that now is the day of salvation. Nu is de dag van het heil. Now is the day of salvation. Is de dag van het heil. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, we cannot put it off. We kunnen het niet uitstellen. Salvation is so urgent. Het is zo urgent. Can I hear an amen? Kan iemand amen zeggen? Hallelujah. Amen. I hope I'm not getting too excited for you. Ik hoop dat ik niet opgewonden raak hier. I don't apologize if I am. En ik vraag ook geen vergeving ervoor als het wel zo is. Because we have something to be excited about, amen. We kunnen ergens opgewonden over raken. Hallelujah. Now is the day of salvation. Nu is de dag van het heil. Now is the day of salvation. Nu is de dag van het heil. I have one more point and then I should finish. Geen punten en dan stop ik. Don't worry. You know, thank you. You might want to translate that. You know what? God's reply to his servants is powerful. Geeft hij een heel krachtig antwoord aan mensen. He says, go and compel people to come in. Ga en dwing ze om binnen te komen. Then what does he say? En wat zegt hij nog meer? He says that my house, zodat mijn huis, may be full. Vol zal zijn. Amen. My house may be full. Mijn huis gevuld zal zijn. Amen. Amen. You know, when I read that, some time ago, enige tijd geleden, I had this thought come to my mind. Had ik deze gedachte die me opkwam. If God wants his house to be full, als God wil zijn huis vol wordt, how big is God's house? Hoe groot is God's huis dan? How many people can fit in? Hoeveel mensen kunnen daarin? Is it 10 million? Sorry? Is it 10 million? 10 miljoen? Is it 10 billion? Of 10 biljoen? Is it 100 billion? 100 biljoen? How big is God's house? Hoe groot is God's huis? If he wants his house full, als hij zijn huis vol wil zien, how big is God's house? Hoe groot is zijn huis dan? You know, the moment I had that thought, en toen ik hier aan dacht, I believe the answer came from the Holy Spirit. Kreeg ik ook het antwoord van de Heilige Geest. And this is what I believe he said. En ik geloof dat hij het volgende zei. He says, my house, hij zei, mijn huis is big enough, is groot genoeg, for the whosoever. Voor wie dan ook. For the whosoever. Voor wie dan ook. For the whosoever. Voor wie dan ook. And God wants his house to be full. Huis vol, ja. In Jesus' name. In de naam van Jezus. Hallelujah. Hallelujah. For God so loved the world. God heeft de wereld zo lief gehad. That he gave his one and only son. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. So that whosoever. Zodat een ieder in hem gelooft. Believes in him. Dat wie dan ook in hem gelooft. Shall not perish but have everlasting life. Is verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. God's house is big enough for the whosoever. God's huis is groot genoeg voor wie dan ook. And he wants his house full. En hij wil dat zijn huis vervuld wordt. Friends, God wants his house full. God wil dat zijn huis vol zal zijn. Friends, we look at our nations across Europe. Nazi kijken, ook in Europa. And we're told so many negative things about Christianity. We horen zo negatieve dingen over christenen. That it's over. En dan zeggen het is voorbij. That it's dying. Het is een afsterven. Oh, don't believe a word of it. Geloof er niks van. That's nonsense. Dat is onzin. That's nonsense. Dat is onzin. If the gates of hell cannot prevail against als the church, woorden van de hel geen stand, then nothing else can. Tegenover de gemeente, dan kan niets anders het doen. We are victorious in Jesus' name. Wij hebben overwinning in de naam van Jezus. And God sends us. En God stuurt ons. Into our cities. In onze steden. And into our nations. In onze natieën. To win them for Jesus. Om de verloren te redden voor Jezus. And God wants his house to be full. En God wil zijn huis vol. Friends, here we are in this precious nation. En hier zijn we in het prachtige land van Nederland. This precious nation. Dit prachtige land Nederland. And Jesus died for every single soul. Every single soul. Iedere ziel. Voor iedere ziel. That is in this nation. In dit land. There is not one single person. Dat is één persoon. Who is left out. Uitgesloten. From the salvation plan of God. Redding van het plan van God. In the Netherlands. In Nederland. Netherlands must be reached with the gospel. Nederland moet bereikt worden met Netherlands must be saved. Nederland moet gered worden. Netherlands must be turned from Nederland. The road of destruction moet to the road to eternal life. Naar de weg van de verdoemenis. En moet naar de weg van God. But for that to happen. Maar dat moet gebeuren. God looks at you. Daarom kijkt God naar jou. And he looks at me. En hij kijkt naar mij. And he said go. En hij zegt ga. Go and compel. Ga en dwing ze binnen te komen. Go into this nation of ours. In dit land. Oh friends, please receive this now. Go into this nation of yours. Ga in jouw land. Ga uit in je land. Compel them to come in. Om binnen te komen. Compel them to come in. Dwing ze om binnen te komen. There may be many Goliaths in this land. Er zullen heel veel Goliaths in dit land zijn. Intellect. Heel veel intellectuelen. The media.
de media. So many Goliaths in this land. Zoveel Goliaths kunnen er in dit land zijn. But don't worry. Maar maak je geen zorgen. Because we have something greater. We hebben iets wat veel groter is. It is called the anointing of the Holy Spirit. Dat heet de salving van de Heilige Geest. And when we begin to move. En als wij in beweging komen. In the anointing of the Holy Spirit. In de salving van de Heilige Geest. Every Goliath will be flat on his back. Iedere Goliath gaat voor de vlakte. In surrender to Jesus. En zal zich overgeven aan Jezus. Can you say amen? Ja, amen. Holland will be saved. Holland will be saved in Jesus' name. Oh, may this burn in our hearts. May this burn in our hearts. You see, we may have calls in different areas of the world. We may have focuses in different areas of the world. We kunnen verschillende gebieden van de wereld ons concentreren. En we kunnen beter zijn in verschillende gebieden. Jesus died for the world. Maar Jezus is gestorven voor de wereld. Not just for South America. Niet alleen voor Zuid-Amerika. Not just for Nigeria. Niet alleen voor Nigeria. He died for Europe. Hij is ook voor Europa gestorven. He died for the Netherlands. Hij is voor Nederland gestorven. So that they may be saved. Zodat de mensen gered kunnen worden. In Jesus' name. In de naam van Jezus. Hallelujah. Hallelujah. Let's just stand to our feet. In the presence of God. Opstaan. Is it possible just to have some music very quietly in the background? Is that possible? Hallelujah. Let's just close our eyes in the presence of God right now. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Let's just worship the Lord for the moment, shall we? Let's just lift our hands to the Lord. Let's just open our mouths and begin to worship Him. Hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God. The Spirit of God is in this place tonight. The same Spirit that raises the dead. The same Spirit that heals the sick. The same Spirit that fell upon the church in the upper room. And sent them out into the highways and the byways. Uitzend op de wegen, op de paden. The same Spirit that was with Peter when he stood and preached the gospel. Petrus was toen hij de evangelie preekte. He is here right now. Hij is hier op dit moment. The same anointing that was upon the apostle Paul. Ja, de apostel Paulus rustte. Is here right now. Hier vanavond. The same fire. Hetzelfde vuur. That drove the early church. Dat de brandstof van de vroege gemeente was. To see nations reached with the gospel. Naties te zien. Het rijk worden met het evangelie. Is here to drive us. Hier ook om ons te stuwen. Is here to drive us. Ons te stuwen. Oh friends, I pray that in each one of our hearts tonight. In ieder van onze harten. Is the same response that Isaiah had in the book of Isaiah. Hetzelfde respons die Jesaja had in het boek van Jesaja. When he got that revelation of God. Toen hij die openbaring van God kreeg. His response was God, here am I. Was zijn antwoord, God, hier ben ik. Send me. Stuur mij. Send me. Stuur mij. Send me. Stuur mij. Jesus has given us the great commission. Jezus heeft ons het grote zendingbevel gegeven. Go and preach the gospel. Ga uit en predik het evangelie. To every creature. Iedere schepping, aan ieder schepsel. If you go, en als je uitgaat. The Bible says signs and wonders will follow. Zegt de Bijbel dat wonderen en tekenen je zullen volgen. As you go. Terwijl je gaat. It doesn't say they'll follow you if you do nothing. Het zegt niet dat ze je zullen volgen als je niks doet. It says they will follow you as you go. Het zegt ze zullen je volgen als je uitgaat. And if you go. En als je gaat. God goes with you. Gaat God met je mee. And he will back you up. En hij zal achter je staan. In Jesus' name. In de naam van Jezus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. I want to pray for people tonight. I want to pray for people tonight. If there are people here tonight, let's just close our eyes. Everyone just close our eyes. Let's make this a holy moment between yourselves and God right now. If there are people here tonight that have heard the message and have seen the cry of God's heart and tonight you want to say, God, here am I, send me. Then I want to pray for you tonight. I'm not saying that you're saying, oh, I've got it all sussed, I've got it all sorted, I know what I'm doing. Ik bedoel niet dat je kan zeggen, ik heb het allemaal duidelijk, ik heb het allemaal al onder controle. You may be like the apostle Paul was at one time when he said he preached it, he came with fear and trembling. Misschien ben je wel zoals de apostel Paulus op een gegeven moment die zei dat hij gesproken heeft met knikkende knieën. That's fine, but tonight. Dat is goed, maar vanavond. You want to see God? Wil je zeggen, Heer? Here am I. Hier ben ik. Send me. Stuur mij. Send me. Stuur God mij. Bless you. God stuur bless you. God bless you. I want you to come forward right now in Jesus' name. I'm going to pray for you. Come forward right now in Jesus' name. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.
Hallelujah. Come on, is there anyone else tonight? Tonight you want to say, God, I want to go for you. God, I want to go for you. I want to go for you. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. Hallelujah. 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 Hallelujah.